Goedendag, dit is Mister. We beginnen vandaag met wat computerspul. Wat beelden van de PC-dumdag van vorige week, zaterdag. En we kijken even naar de situatie van Bill Gates. En met name over wat hij vond en wat hij doet op het gebied van software voor kinderen. Afgelopen zaterdag was er op de PC-dumdag een kampioenschap motocross op de computer. Waar heel veel kinderen actief mee kwamen doen. De mensen die Well, the theme of what I want to talk about tonight is how great the PC has become and how much greater it's going to be. I was thinking about all the reasons I love my PC, and I had to pick just a few and boil it down. And so I'm going to start with my top 10 list of why I love my PC. The number 10 reason why I love my PC. Has somebody done this before? The number 10 reason is I love using Barney software with my 18-month-old daughter. Now I constantly find myself humming Barney songs. Dat was een jaar geleden. En wie dacht dat onze grote vriend Bill Gates dat soort dingen zomaar zegt? Nee, een jaar later zit Microsoft volop in de games. Microsoft is ook in het internet en als files bezig met speech processing. Maar het is duidelijk, je moet nu de kinderen bereiken, wil je afzet van de komende jaren zeker slaan. Bill Gates zit een beetje in het nauw. Hij is in Amerika verwikkeld in allerlei rechtszaken. En het zit erin dat uiteindelijk een beperking van zijn monopolie, van het monopolie van Microsoft, zal inhouden. Misschien doet hij dat vrijwillig, misschien wordt hij gedwongen. De uitslag van die rechtszaak is er nog niet. Maar dat wie de kinderen heeft, de toekomst heeft, is wel duidelijk. Kijk maar eens rond op zo'n HCC-dag of op de PC-dumdagen. We gaan even luisteren eerst naar deze muziek. Ja, vermoeid. Kinderen en smarttechnologie. Het lijkt ver van elkaar verwijderd, maar eigenlijk dus niet. Want kinderen en dat is nog een probleem. Kinderen en praten, dat gaat veel makkelijker. Dus in de komende eeuw zal die spraaktechnologie er ook toe leiden dat kinderen nog jonger met computers om zullen gaan. Of dat allemaal wel zo gewenst is, weet ik niet. Want computers zijn toch heel erg zwart-wit. Zijn heel erg digitaal. Zijn heel erg ja-nee. En nu lijkt het wel alsof al die spelletjes, dat motorracen, alles wat je met zo'n computer kan doen, of dat soort zaken, de creativiteit van kinderen vordert. Maar is dat wel zo? Daar is niet vreselijk veel onderzoek naar gedaan. Ja, natuurlijk hebben kinderen op een zekere leeftijd nodig dat ze kunnen werken met een computer. Dat ze Word Perfect, Word, tekstverwerking, database, dat ze dat kunnen. Net als autorijden zou je kunnen zeggen. Maar op hele jonge leeftijd, ik weet het niet. Dat is maar de vraag. Voorlopig blijft een computer een tweedimensionaal ding. Een plat scherm. U zag aan het begin van de uitzending wat virtual reality schermen. Maar de vraag is toch maar of dat echt aanslaat. En of je dat heel lang kunt doen. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Tweedimensionaal. Horizontaal en verticaal. Geen diepte. Dat betekent dat voor kinderen toch een beperkte manier van omgaan met de materie is. The number 9 reason I love my PC is every function in my new house is managed by the PC and sometimes it works.
Ja, Bill, dat was een andere toepassing van de PC, home automation. Maar daar waren we al in de jaren 80 mee bezig. Dat heette toen domotica. Is ook niet echt gelukt. Waarom dan nu wel? Het is handig, licht aan, alles uit. Maar het millennium komt eraan. En als Windows 98 al niet millennium bugvrij is, en dat blijkt weer, waarom zou jouw huis dan blijven werken? Het is maar de vraag of die computer wel zo onmisbaar is. Het is maar de vraag of als het millennium toeslaat en er wat dingen fout gaan. En wat er fout gaat, dat weten we niet precies. Maar er zal wel eens wat mis kunnen gaan met het gebied van energie. Zeker met administratieve systemen. Onze kleine computer, dat wordt geschaad. Het klinkt allemaal wel aardig. De computer, het World Wide Web, het internet. We zijn er afhankelijk van geworden. We moeten allemaal elektronisch gaan betalen. We kunnen op afstand ons huis bedienen. We kunnen alles op afstand doen. Maar willen we dat wel? Zo'n beurs zoals u hier ziet, de PC Dumpdag, daar komen mensen gewoon ook kopen. Omdat ze het leuk vinden, snuffelen, nieuwe dingen willen zien. Is dat niet net zo leuk? The number 8 reason I love my PC is: what other machine allows you to plug and play, embrace and extend, and link and embed? We have a lot of interesting terminology in this business. I think every three-letter acronym is being used, and we're well along the way to using up all the four-letter acronyms. The number 7 reason is, with electronic mail, anyone can send me their thoughts with the click of a button. And I get a lot of electronic mail. Ja, die electronic mail blijkt in al rechtszaak tegen Microsoft wel tegen hem te werken. Want die komt dan voor de rechter en dan blijkt dat hij bijvoorbeeld tegen zijn medewerkers zei dat ze bijvoorbeeld Netscape de nek om moesten draaien. Dus dit zei Bill Gates een jaar geleden, of hij dat nu nog zou zeggen, is maar de vraag. En ook dat embed en embrace en plug and play is me een beetje opgebroken. Want dat wordt hem juist verweten. Hem wordt juist verweten dat met Microsoft je ook de Microsoft browser erbij krijgt. Dat je met Microsoft vastzit aan de Microsoft software op allerlei andere gebieden. Je raakt met die plug and play een beetje verstrikt in het Microsoft web. En dan dus concurrenten die zeggen dat moet je niet doen. Dat mag je niet doen. Daarvoor gaan we naar de rechter. En daar hebben ze steun voor gekregen. En die rechtszaak die loopt nu. Hij is weer een paar keer uitgesteld en het zal nog wel een paar maanden duren dat er een echte uitspraak is. Maar het is duidelijk. De virtuele oorlog wil Gates een echte oorlog aan het worden. Wat dat betreft, u ziet hier Virtuality. Een bedrijf wat virtual reality spelletjes maakte, maar een paar jaar geleden op de fles ging. De producten worden nog wel gemaakt, maar een groot succes is het niet geworden. Wat dat betreft, de voorspellingen van Bill Gates komen ook niet altijd uit. En of we hier nou wel zo blij mee moeten zijn, dat weet ik niet. Schietspelletjes is toch niet het meest opvindige. Nee, we gaan verder. We zijn bijna bij de finish. Bocht naar links en nog een bocht naar links. Even een beetje gas terug en vol gas door de finish naar de nieuwe deelnemer aan. Een deelnemer met een petje. En die gaat proberen om met een record van 1 minuut en 47 seconden te breken. Dit is een zeer gewelddadige zak. Oh, even iets inhouden. Middensnel in de bocht. Even gas terug en dan de bocht inzetten. En dan trekken door de bocht heen dat het meteen gas geeft. Oh, iets rustiger. Gaat iets te snel allemaal. Dan ga je het niet redden. En als u thuis dit spel wil spelen met een fantastische gamepad, het ziet er allemaal fraai uit, deze computerspelletjes. Maar laten wij maar overgaan naar een andere prijs. Een wat minder materialistische aanpak, want het is tenslotte tweede kerstdag. We gaan over naar een swami. Een Nederlandse swami waar we een tijdje naar gaan luisteren.
Goedemiddag en zalig kerstfeest. Dat heeft u misschien lang niet meer gehoord, zalig kerstfeest. Maar dat zeggen we omdat we vanmiddag praten met...